I would say give it just a half an hour more, because especially here in the center it looks quite okay, but outside the circle it's really still very wet at this stage. Ik ben Pim van Liemt, umpire sinds 2013. Ik heb vroeger heel veel gespeeld op het hoogste niveau en ik sta nu wekelijks met heel veel plezier op het veld. Het is eigenlijk ontstaan doordat ik na mijn actieve carrière een aantal jaren uit het cricket ben geweest. Na die jaren is het enorm gaan kriebelen en heb ik de stap gemaakt om te gaan scheidsrechteren en dat is supergoed bevallen. Goedendag, ik ben Adriaan van den Dries. Ik ben de Umpire Development Officer van de KNCB. Sinds 2022 maken wij een goede ontwikkeling door. We hebben 68% meer umpires, doen 40% meer aanstellingen, meer dan 500 wedstrijden in de competitie en op dit moment al 65% van de overgangsklasse en volgend jaar hopen we daar 100% te doen. De grote uitdaging in de werving is dat we veel mensen binnenkrijgen die ook willen spelen. En daarnaast de opleiding doen om een betere regelkennis te kennen en derhalve weinig staan. Ik ben echt op zoek naar mensen die veel willen staan, die gewoon zich willen ontwikkelen in hun umpiren. En ik ben erg op zoek naar oudspelers. Hey, succes, veel plezier. Hè? Ja, vooral veel plezier. Ik denk dat een goede cricketscheidsrechter zich onderscheidt door goede kennis van zaken. Maar misschien wel het allerbelangrijkste is het matchmanagement. Dat je je goed kan inleven in de emotie van de spelers en zelf gespeeld hebben, helpt daarin enorm. Het mooiste aan cricketscheidsrechter zijn is voornamelijk het sociale. De hele dag sta je op het veld met 22 spelers en collega's en ook scorers erbij. Als team opereren, ja, dat geeft me eigenlijk de meeste voldoening. Player back on field. En wat zeker de laatste jaren enorm is toegenomen is het multiculturele en dat, daar word ik echt heel blij van. Naast de standaard cursussen die tegenwoordig ICC georiënteerd zijn, hebben we maandelijkse bijeenkomsten waarin we de umpires verder ontwikkelen door in te gaan op problemen die er in de competitie ontstaan en ook het delen van de ervaring van de ervaren umpires met de nieuwkomers. Ik zou het ieder aanbevelen om scheidsrechter te worden, omdat het ongelooflijk leuk is om met een groep spelers een hele dag door te brengen. Het sociale karakter is enorm groot. En je komt elkaar in het seizoen ook regelmatig tegen. En dat geeft mij enorm veel voldoening en vooral plezier in het scheidsrechten. Not out, over. Als je nou betrokken wil zijn met cricket en een topjob wil hebben, midden in de wedstrijd staan, alles van heel dichtbij zien en overal bij betrokken zijn, dan moet je absoluut gaan umpiren.